Om de boomgaard nog natuurlijker te maken, ga ik een insectenhotel maken. Nou, insectenhotels heb je in heel veel verschillende soorten varianten. Je hebt hele kleintjes, die kun je aan de muur bevestigen voor bijvoorbeeld sluipwespjes. Maar je hebt ook hele grote torens van 4, 5 meter hoog. Nou, ik ga er eentje maken van boomstammen. Die ga ik uithollen en dan helemaal vullen met allemaal verschillende soorten materiaal. Ook een super deluxe insectenhotel staat en valt niet met een stevige fundering. Lodewijk boort grote gaten in de boomstam met een speedboor. Daarna haalt hij het binnenwerk eruit met, heel subtiel, een kettingzaag. Kijk, het hele idee van zo'n insectenhotel is dat je zoveel mogelijk verschillende beestjes en organismen in je tuin krijgt. Dat is namelijk weer goed voor de biodiversiteit. Maar ja, al die beestjes en insecten houden allemaal weer van verschillende plekjes. De ene wil het juist weer heel een beetje vochtig hebben. De ander, bijvoorbeeld een sluipwesp, wil juist weer in het holletje van een bamboe zitten. En bijvoorbeeld zo'n steen met allemaal van die gaatjes erin is bijvoorbeeld voor salamanders weer geschikt. Dus het is een kwestie van zoveel mogelijk materialen gebruiken en die met elkaar mixen. Kijk, en deze laten we gewoon even vallen zo. Ik denk dat we hiermee heel veel insecten en andere leuke diertjes in de tuin krijgen. Dat is niet alleen mooi, ze zijn ook heel erg nuttig. En als je nou precies wil weten hoe insecten jou kunnen helpen bij het bestrijden van ziekte en plagen in de tuin, moet je even gaan naar de website. En als je daar dan toch bent, bekijk dan ook meteen de plannen voor je eigen insectenhotel. Dat is wat anders dan een bed and breakfast in Frankrijk of zo.